Goedendag. Bijzondere weerdag is het vandaag hoor. Hoge temperaturen, maar ook heel veel wind. Er werd zelfs stormkracht gemeten enige tijd. Bijvoorbeeld bij Vlieland, maar ook op het IJsselmeer. Ja, en aan het strand was het natuurlijk heel veel opstuivend zand. Deze hond, die zie je nauwelijks nog door al dat zand. Maar als je dan toch een plekje kon vinden uit de wind, dan lag je heerlijk in het zonnetje. Op deze foto is dat toch ook prachtig mooi te zien. Genieten van de zon. Het was wat moeilijk vandaag met al die wind die er was. Maar qua temperatuur, ja, hoog hoor. In het noorden van het land zaten we zo tussen de 13 en 16 graden. In het zuiden van het land werd het op veel plaatsen warmer dan 17 graden. En dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar. Overigens geen records, want het is wel eens warmer geweest. Ja, en dan die wind. Windstoten, zeer zware windstoten, lokaal zelfs meer dan 100 km per uur werden er gemeten, met name in het noordwestelijk deel van het land. En in dit gebied werd ook stormkracht gemeten. Er stond zelfs enige tijd storm. En hoe gaat het dan veranderen de komende dagen? Ja, die hoge temperaturen die gaan weer verdwijnen. De satellietfoto die laat zien dat er vandaag echt wel flink wat opklaringen waren vanmiddag. Dus de zon die kwam er goed bij. Verder veel bewolking boven Groot-Brittannië, dat zijn de depressies. En die zorgen ervoor dat er morgen toch weer een ander weerbeeld gaat komen. Dan gaat er een koufront passeren. Ik pak daarvoor even het harmoniemodel erbij. Vanavond trekken er een paar buien over, maar morgenochtend dan gaat dit front passeren. Dat trekt in de loop van de vroege ochtend van west naar oost over het land. Ook dan kan het wat winderig zijn, maar niet zoveel wind als vandaag. Maar er kan vooral af en toe even flink wat regen vallen. En de ochtendspits kan daar echt wel hinder van ondervinden. Die storing die trekt verder naar het oosten weg en dan gaat het vanuit het noordwesten opklaren. De wind draait ook naar het noordwesten en dat betekent dat er koudere lucht gaat komen. U zag het al, er kunnen dan een paar maartse buien gaan overtrekken later op dinsdag en ook op woensdag is dat mogelijk. Temperaturen vandaag lagen zoals gezegd tussen de, laten we zeggen, 15 en 17 graden. Morgenochtend beginnen we met een graad of 8 à 9. Dan gaat die regenstoring overtrekken en komen in een koudere lucht. En dan is het in de middag zo'n beetje rond de 6 graden. Bij een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. En ook dan zijn nog windvlagen mogelijk. In de loop van de dag wel steeds meer zonnige perioden. En woensdag is dan ook een dag met zonnige periode en kan er hier en daar nog zo'n maartse bui vallen. Dat zal vooral in de ochtend zijn. In de middag denk ik dat het best heel aardig wordt. Bij een matige westenwind kan het dan zo'n 7 of 8 graden worden op de meeste plaatsen. Kortom, het zachte lucht gaat weer verdwijnen. En we krijgen morgenochtend even te maken met flink wat regen. Nog een fijne dag.